Volgens mij moet je het nou doen, denk ik. Wacht even, ik moet het heel even dit checken. Ja, hij doet het. Dat is perfect. Ja, ik heb hem bewust even op full screen gezet. Want de game is uit. De full release is er. Eindelijk. Ik ben één voor één ben ik bezig met alle karakters hun checkmarks te geven. Antonio doe ik gewoon eventjes in mijn eigen tijd. Dus we hebben er eentje die nog helemaal niks heeft. Gennaro heeft nog helemaal niks. Of zullen we gewoon met. We beginnen gewoon met Imelda. Gewoon met Imelda beginnen en dan. Gewoon Mad Forest One. En dan zullen we wel zien waar het naartoe leidt. Oh. Dat is volgens mij ook niet. Ah nee, dat klopt. Dat heb ik gewijzigd. Ja. Op zich mag dat niet uit. Maar, technisch gezien, omdat dit natuurlijk de full release is. Maar eigenlijk was. Weet het? Was het dingetje. Als, ik wil zeggen. In 2011. Permanently. Nee. Ja, dan doe je in ieder geval nog iets met het geld, weet je. Het is heel tof dat je. Dan kun je. In een bepaald level kun je dat ding unlocken om. Om te zorgen dat je. Weet het? Dat je dan. Dat je krijgt. En maar technisch, volgens mij is Vampire Survivors uitgekomen in origineel beta, tenminste de early access, in 2021. December, zeg maar. Maar omdat nou natuurlijk de full release is, kun je dat natuurlijk wel stiekem tellen als Game of the Year. Wat ook gewoon helemaal terecht zou zijn. Ik bedoel. De game is eigenlijk een beetje. Zowat in zijn eentje. Verantwoordelijk voor het. Kijk, het is niet de eerste game van From Software. Maar eigenlijk een beetje het. In leven brengen van een genre. Van een nieuw genre. Daar. Is het eigenlijk. Ja, wat ik zeg. Daar is het eigenlijk wel voor verantwoordelijk. Ja, wat ik zeg, deze dingen, ik weet dat. Dat ik daar wel eens eerder over gehad heb. Deze games die worden door een bepaalde YouTuber worden ze ook wel Bullet Heavens genoemd. Ik ben het daar echt 100% van eens. Want zo horen die dingen ook te heten, denk ik. Het is ook makkelijker als Vampire Survivors like of ja, wat zou je zo anders doen? Ja, gewoon Bullet Hells. Maar eigenlijk zijn dit geen Bullet Hells. Weet je, dit is meer het omgekeerde, zullen we zeggen. Vandaar ook de term Bullet Hells. Want je hebt eigenlijk vrij weinig vijanden die ook projectielen spuwen, zeg maar. Je hebt er wel een paar, hoor. Een paar. Maar goed, hè. Nou ja, we gaan gewoon proberen. Wat ik zeg, Antonio ga ik in mijn eigen tijd doen. Maar we gaan kijken of we gewoon. Eén voor één. Alle. Alle. Karakters en alle dingen kunnen unlocken. Ik weet dat er nog een hele specifieke is in. Wat is dat? Ik zou het eigenlijk eens moeten onderzoeken. Want, je kunt namelijk ook nog een ultiem karakter unlocken als je volle 100% hebt.
Maar ik ben vergeten welke dit is. Ben ik heel eerlijk in. Ik was hem druk aan de markt. Nou, trouwens, ik kan dat in principe niet. Hallo. En. Ondanks dat het leuk is. Je kunt dit nou skippen. Oh, je kunt dit skippen, jongens. What the hell? Eén ervan bijvoorbeeld, kijk. En dan kan ik nou gewoon voor de rest nemen wat ik wil. Eigenlijk, zodra je de King's Bible en de... Weet ik? De... Fuck. King's Bible en de Garlic hebt, kun je in principe voor jezelf een nagenoeg onverslaanbare positie creëren. Dat je echt gewoon... Dat niemand ook maar bij je in de buurt kan komen betreffende... De rest, zeg maar. Hé, hey, geld. En dat zie je nou eigenlijk ook al een beetje ontstaan. Oh, hallo. Dat is alles wat ik vergeten heb. XX of Cross. Weet je, het is al een tijd geleden dat ik het meegenomen heb, dus... Geluk erbij. At random. Nou, al mijn wapens heb ik. En dan is nou wachten tot ik ze kunnen evolven naar betere wapens. Hè? Nee, maar met de King Bible en de Garlic ben je in principe onverslaanbaar. Want je hebt een, je Bibles, die King Bibles die gaan om je heen. En zelfs al komen de vijanden daar doorheen, dan stuiten ze op je Garlic. En eigenlijk daarmee zou ik zeggen dat... het is misschien zelfs, zou ik zeggen, dat de Garlic misschien nog wel zelfs belangrijker is. Want ik denk dat je andere... de andere attributen, die redden het vaak nog wel. Maar je hebt die Garlic, die heb je eigenlijk gewoon nodig voor je... Met name ook gewoon... Dus, ik weet niet in hoeverre, want... we gaan straks ook natuurlijk nog andere levels spelen. En zoals jullie zagen heb ik, ben ik met dingen al bezig geweest. Met Antonio. En dan kom je op de hele section level 3 in de Jerry Plant. Nou, ik weet niet of ik daar toen iets van opgenomen heb of niet. Ik denk het wel. Heb ik dat toen opgenomen dat het die laatste paar seconden eraf ging? Nou, ik heb het nou dus gered met Antonio. Dat was ook de eerste keer dat ik überhaupt zwaar had. Maar, dat zijn een paar laatste heftige minuten, zullen we maar zeggen. Ja, dat oh shit. Ik weet eigenlijk niet of het een achievement is om zonder damage de dingen af te tellen. Ah, daar had ik eigenlijk al niet aan onderzoeken. Ik moet dat sowieso zo meteen eens even kijken. Als deze ronde klaar is en ik hem hopelijk gewonnen heb. Maar goed, hè. Wat ik zeg, dit gaat de full setting naar 100% zijn, hopelijk. Ik hoop het. Er zijn een aantal dingen... daar heb ik niet over nagedacht. Er zijn ook achievements waarbij je... ik geloof 31 moet volhouden hier en... Dat is wel te doen hoor, maar dan moet je ook echt wel... andere achievements
en andere karakters en andere... In principe... Zou je dan... even kijken hoor. Dan moet je sowieso de Bijbel en de garlic hebben. De shields. En dan ook nog je... Tiramisu. De tiramisu is... Ah ja. De guns. De guns namelijk, die zorgt ervoor dat je die kan samen met de tiramisu evolven. En dan heb je meerdere levens. En dat zou dan moeten lukken. Ik heb gisteren ben ik aan mijn bezig geweest. Gisteren was een ander karakter. Ja, ik ben nog deze tevreden. Ik ben zo slecht. Ben ik uiteindelijk 34 minuten, denk ik? Ja, dat was 34 minuten ben ik in leven gebleven. Er waren dus uiteindelijk 4 Grim Reapers die me kwamen onderzoeken. Welke mis ik nou? Oh, de duplicator mis ik. Kan ik zeggen, ik weet niet of ik mis. Soms kan het echt heel lang duren als je überhaupt iets kijkt. Ik heb wel zo veel, ja, wat ik zeg, ik heb gisteren met de gisteren was de full release. Gisteren ben ik echt all one bezig geweest. Wat ook al wel aangeeft hoe en wat met deze game, zeg maar. Wat ik zeg, deze game heeft gewoon een nieuw genre in leven gebracht. En ik vind dit gewoon een heel leuk genre. Ik snap ook wel dat mensen het niet leuk vinden hoor, laat me daar heel duidelijk over zijn. Ik snap ook echt wel dat mensen denken van, oh wat de fuck, dit is saai, je doet niks. Ik bedoel, dit is gewoon minder dan, waarbij je in ieder geval nog schiet, in ieder geval. En ja. Dit is... er wordt geschoten voor jou. Dus ja. Hou dat dan maar bij. Dan hoef je niet heel veel te doen, behalve lopen en een beetje te ontwijken. Dat gaat met andere karakters straks nog echt wel een probleem. Dat kan ik je echt wel garanderen. Waar is mijn duplicator, jongens? Kijk. Oh, hallo. Ik zit ook maar even zonder om weg te gaan uit die bende met... dinges. Met grote vleermuizen. Man Bats. Die Batman. Batman is op zondag. Wat vandaag? Dat was vandaag. En ik heb voor de... Ik neem dit op de 21. Nee, dat is morgen. Morgen is Batman. Die moet ik ook dus eens opnemen trouwens. Echt serieus. Heel mooi. Kom op jongens. Oké, we gaan heel even... Hij is niet echt... Ik wil eigenlijk die grote baas eraan hebben. Dat is de hele reden dat ik eigenlijk een beetje kloot hier. En anders had ik al... Kijk, dat niet. Even kijken, heb ik iets dat er dicht tegenaan zit? Ja, de... Gewoon, we wachten heel even een level op af. Ik wil wel heel graag... Kijk. En dan... Oh, hallo. Een beetje persistent zombies, of geloof ik ook is. Ah kijk, goed is, yes, daar is hij. The Holy One. Ah man, het is zo wel genot om dan in zo'n hele berg met dingen te verzamelen die dan jouw kant op komen omdat je zo gewoon
compleet vernietigd. Weer kijken hoe snel dat skeletten nou allemaal tot as veranderen, moet ik zo maar zeggen. Oké. Waar ben ik dan met skeletten? Door met de volgende. Wat ik zeg, zo zie je ook dat ik heb geen duplicator ring hier liggen, toch? Nee. Zou het zeggen, niet dat ik nou bewust niks kies terwijl ik nou die duplicator ring op kunnen gaan, maar damage omhoog en dat lijkt me. Dat is op dit moment wel het beste probleem, kan ik zo zeggen. Heb je iets op? Nee, ja. Natuurlijk op het moment dat ik het zeg. Kijk, daar is hij. Ik wou hem toch gewoon even daar staan. In de hoop dat... Kijk, want die Lightning Wing is nog maar eentje nog. En de... Natuurlijk gaat het nou niet. Het is alsof de game het weet. Ja, lekker is er ook nog maar één van af. Zo, hallo. Daar is hij, daar is hij. Maar nog heel even een punt. Stel je voor dat er dan zo'n fietsje is, dan... Nee, oké. En daar is hij. Yes. De enige voor ik het nog wel doe, is als we een 1.5 krijgen. Holy shit. Ja, dus dit is hallo. Dit is in principe klaar, dus dan dan kan ik over andere dingen praten en zo. Behalve over de game. Ja, op zich, hey, luister. De game is geweldig goed om over eindeloos over te praten. Laten we het duidelijk over gaan, weet je. Dit is... Echt wil ik zeggen, dus... Ik weet dat het niet voor iedereen is, wat ik al zei. Maar het is absoluut een van mijn favoriete games ooit. De combinatie met de graphics, de muziek, de rest. Ja, fantastisch man. Echt by far. Game of the Year? Moeilijk. Lastig. Ik zou zeggen ja. Nee, ik was heel even afgeleid, want ik zocht naar een zakje. Hallo zakje. Oké. Waar, oh waar, oh waar. Ja. Wat ik zeg, nou is het echt alleen maar dingen verzamelen en... Ik bedoel, ik hang nog steeds in dezelfde buurt constant nou, dus... Dat heeft ook al wel iets aan, zeg maar. Op het moment dat je zo sterk bent, dan... Ja... Er is zo vrij weinig meer dat je... tegen kan houden, zeg maar. Cooldown minder is absoluut een goed ding. Oh, hallo. Ja, kijk. Moet je opletten wat nou de garlic geworden is. Moet je kijken hoe groot dat die ring is. En ja, ik bedoel... Als je dan straks nog die Bijbel erbij kijkt, dan... Weet je... Dit is echt gewoon een... Oh, hallo. Ik bedoel, ik vond zelfs gewoon een paar van die planten die eigenlijk onbeslaanbaar geacht worden, kan ik gewoon helemaal naar de kloot werken. Dus.
Moet je nagaan. Super check. De eerste golf die je uitmaakt is de... De Bijbel. We hebben voor de rest niks op dit moment. Dus het zou een beetje nutteloos zijn. Nou... Ja, daar. Hier toch de grote ecotros. Hallo. Ja. Yes. Ah, ik had misschien voor die handen voor de... Wij moeten gewoon nog twee levels. Ik weet ook even niet meer wat ik moet zeggen eigenlijk. De game doet het allemaal zelf, zeg maar. Dus ja. En ik bedoel, je ziet nou al wat de Bijbel nou al doet. Ik weet niet of ik de Evolution al wel eens heb laten zien, maar... Oh hey, nog een keer. Die Bijbel is echt nog, ja, nog heftiger, zullen we maar zeggen. Oh boy. Oh, ik zeg het. Oh, hallo. Wil ik zeggen, ik weet ook even niet. Wil je kijken ook hoe het werkt dat de dingen uitgespreid zijn met dit of die dingetjes om überhaupt. Oké. Okay. Opletten hoe, nou, hoe het hier er nou uitziet met die Unholy Vespers. En daar is het. Dit is gewoon een Circle of Death, nou, weet je. Alles wat ik niet vernietig met de Unholy Vespers, wordt vernietigd met de... Met Garlic. Met de... Ik ben de naam even vergeten. Kijk nog. De X en de Fire One. Ah, nog een keertje. Wat ik zeg, op dit moment is het gewoon allemaal zo speelbaar voor mij dat ik zoiets heb. Dus. Wat wil je dat ik doe? Oh, oké. Okay. Nog meer geluk. Yay. En nog seks. Dit is geen geweldig commentaar, maar het is ook lastig om nou dingen te zeggen. Je. En ik weet het, daar kan ik heel makkelijk over van alles en nog wat gaan staan. Zoals bijvoorbeeld, ja. Oh ja, ik heb dat is misschien nog wel interessant. Ik heb de
Microsoft Store heb ik de Final Fantasy 15 Pocket Edition. Weet ik op de markt. Nu heb ik die al wel gespeeld. En ik ben er, laten we duidelijk zijn, ik ben er best van. Ik ben er groot fan van. Haha! We zien ook gewoon nu al alleen nog maar de hoe heet het? De top tier items, de veranderde items. Dat is echt te grappig voor. Hallo! Ja, kijk, dit is een beetje wat. Dit is een beetje wat je moet verwachten in eigenlijk alle laatste 10 minuten van. Alles, zeg maar. De tank is. Hallo! Al die kistjes. Oh my god. Wat was het over? Ik ben alweer escape wat over deze. Ik ben al helemaal vergeten waar ik over deze. Dat vind ik echt idioot te noemen. Oh, het is al gewoon zo ver dat ik alleen nog maar. Oh wow. Ja, ik bedoel, zelfs die planten. Oeh, hallo. Jou willen we nog niet. Jezus. Nee. Zelfs die planten die. Oh, kijk, nu blijven er wel een paar staan. Maar deze planten die waren in het begin waren ze bijna onverslaanbaar. Ja, nou, wat zit er gewoon op? Oh, dat kost wel veel aan. Ik dacht dat de last flow mee was. Oké. Kijk naar die vuurballen. Dus er komt toch niks meer dit overleven, zou je zeggen. Toch? De grote fishkan kan toch gewoon. De fishkan kan toch gewoon. Even kijken, hoeveel levels moet hij nog? Oh, dat was hem. Dat was het. 21 seconden aan het al vol. Dat is een nieuw record, denk ik. Gisteren had ik 21 minuten. Oh, is de point there. Dus zul je nou zien dat het een stuk sneller gaat, toch? Qua. Andere shit, zeg maar. Ah, kijk, hallo. Zie je dat? Zomaar een level zonder wat ik goed wil te doen, maar dan komt er gewoon automatisch kentje erbij krijgen. Ik bedoel, het is echt gewoon. Kijk. Na deze cirkel des doods, man. Het is echt gewoon. Hallo. Bro, ik hoef niemand te wachten. Ik weet dat ik kijk, het geld. Ah, die had ik misschien beter kunnen afleggen. Zullen we proberen voor level. Het moet lukken, denk ik hoor. Level 100. Moet lukken. Dat is trouwens ook een achievement, by the way. Met karakters boven level 99. Dus, ja. Ik weet ook niet precies hoe gold vier eigenlijk kijkt. Ik denk zolang je iedere keer een wat hogere setting krijgt, zeg maar.
Van, eerst moet je binnen zoveel seconden dit verslaan. Dan moet je binnen zoveel seconden dit verslaan. En zo kan je dat zeggen. Zoiets denk ik dat het zo is. Dus zeg maar, eerst tussen 10 seconden en dan red je. En tussen 5 seconden dan red je. En tussen 1 seconde en dan red je. Dan blijft die Gold Fever bestaan. Denk ik. Ah, we hebben niet eens tot nu toe een vuurwerk ding gehad zo. Vuurwerk dus. Ik denk wel voor pas dat ik gaat worden. Ik zit nu al op 4 seconden en dan moet ik 6 minuten dus. Dus ik denk dat het wel een wat grotere uitdaging gaat worden. Maar dat maakt ook niet uit, ik wil. Aan de andere kant, we kijken nou weer wel 500 meer XP opleveren. Dus dat is ook nog een ding. We zullen zien. Het zou mooi zijn als het lukt. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Daar hang ik echt niet wat in mijn leven. Dan denk ik ook dat ik... de track off had moeten kiezen in de plaats van iets anders, maar goed. Ja. Nou jongens. Nog een, ik heb hier heel veel rommel weg, maar ik heb geen idee of ik er nog gewoon zo'n individuele attractor om eigenlijk zou plekken. Ik probeer hem te vinden, maar... Want dat is eigenlijk wel een goede vind ik niet, maar als ik inderdaad level die 4 ga ik nemen, dan is het gewoon net verkeerd. Het boeit me ook gewoon niet meer waar ik loop nou tegen op dit moment. Dat heeft misschien ook wel iets aan. Kan ik inzoomen? Nee, helaas. Ik wilde kijken op de interzoomde kaart of ik daar misschien een track over kan klikken. Helaas. Er is ook gewoon echt niemand die op kan op dit moment. Er is ook gewoon niemand. Vaak, punt. Ik bedoel, ik zou nooit iemand aanraden om hier in dit gebied te gaan staan. Omdat je zomaar in één keer van achteren gaat. Ik heb gewoon het volste vertrouwen dat ik hier gewoon kan staan. Zonder ook maar enigszins een probleem. Dat heeft misschien ook wel een hele hoop aan, zeg maar. Ik vind wel, maar ik weet niet of het daadwerkelijk iets was dat de
Volgens mij is er een punt dat als je te veel op één locatie hangt, was dat in de voorgaande dingen, dat op een Grim Reaper langskwam. Dat zou op zich... Oh. In één keer heb ik er een aantal levels bij gekeken. Dat is niet onmogelijk, maar ik zou het zeggen. Ik denk als ik een track opvind dat het me dan lukt. Maar dan moet ik die wel vinden. Dan moet ik echt mal voor hebben dat ik die vind. Anders denk ik dat het er net niet lukt. Ik denk dat het hem net niet zou worden. Ik heb nog maar 30 seconden om 7 levels te... Ik denk dat die 7 levels zal lukken als ik in een track wil te pakken krijg. Maar, wat ik zeg... Naarmate dat de tijd verstrijkt, wordt het steeds onwaarschijnlijker. Nee, dat gaat het niet worden. Dat is ook niet erg hoor, laten we dat verder doen. En... Hallo! Ah. Oh hey. Ik kan gewoon... Oh, dat is interessant. Ik bedoel, ik had toch... Je gaat sowieso... Moet je kijken naar de damage die die... In principe, hè, als je dat zo kijkt, de Thunder Loop 4,7 miljoen damage. What the fuck? Ten opzichte van de rest is dat gewoon niks. En dan moet je die Death Spiral, dat is de X, dat is volgens mij de laatste die ik te pakken heb gekregen. Dat is dan toch nog 4,2 miljoen. Wauw. Oké, unlocks. Laten we eens kijken. Oh, Forbidden Scrolls, Obtain, Gracias Mirror. Oh, hey. Er is een Endless Mode, dat wist ik niet. Ha. Huh. Dat is interessant. Misschien dat ik dat nog eens naartoe moet kijken. Dragon Shrimps. Dit gaan we ook allemaal proberen. Stage Killers. Defeat 10.000 enemies. Nou, wat anders met Queen Sigma. Oh, fijn. Ja, kijk, dit gaat allemaal nog wel goed komen, hoor. Level 50. Level 80. Complete Collection, dat is Queen Sigma. Dus dat is eigenlijk de rest. Fireworks. Oké, nou. Dat is het voor nu. Power-up hoef ik niet. Want de enige power-up die ik aan heb staan is de curse, maar dat gaan we niet doen. Ik vind alles leuk en aardig, maar ik wil wel een beetje kunnen genieten van alles, zeg maar. Dus, maar goed, dat is het voor deze keer. We gaan gewoon verder met Imelda, met Inlaid Library hoeft hij dan niet. Daar kunnen we eventueel dan een andere voor kiezen, maar of niet. Nog gewoon een keer. Gaan we gewoon door naar de dairy plant gelijk. We zien het allemaal wel. Tot de volgende keer.